De eerste editie van de Kai Showers Run, een hardloopwedstrijd waar je met een jute zak op je schouders rent door Nijmegen, zit eraan te komen. Waarom zou je in hemelsnaam met een zware jute zak door de stad gaan rennen? Omdat de opbrengst van de run rechtstreeks bijdraagt aan de totstandkoming van het beeld de Kai Shower. Hiermee worden de sterke mannen van vroeger geëerd die dit ook moesten. Kunstenares Margriet Hovens geeft uitleg over het beeld. Nou, dit werk, de Kai Shower, dat is deels een sociaal project in mijn ogen. Omdat het een deel van de arbeiders een keer in het zonnetje zet die... Ja, die eeuwenlang niet mee hebben geteld, waar diep op neer werd gekeken. Ik vind het ook leuk omdat Nijmegen echt een arbeidersstad is. En ja, ik vind het wel getuige van respect om deze mensen een keer uit de geschiedenis weer naar voren te halen. Hij zal geplaatst worden als alles goed gaat en naar wij hopen op 1 september 2019. Na de uitleg was het tijd voor de initiatiefnemers en Norman Bonink, de drummer van Bluff, om het eens voor te doen. Ze gingen de grote trap op bij de Waalkade met een jutezak van zo'n 10 kilo op hun schouders. Bonink was met zijn hardloopconditie snel hersteld van de proefloop en ziet het project als iets positiefs voor Nijmegen. Nou, ik vond het gewoon erg leuk om zeg maar als een beetje bekende Nijmegenaar dit te ondersteunen. Omdat ik natuurlijk zelf Nijmegenaar ben en ontzettend veel respect heb voor mensen die hard werken. Deze mensen hebben inderdaad... toe bijgedragen aan een stuk welvaart van Nijmegen. En dan is voor mij hartstikke leuk om aan een kleine moeite om dit een warm hart toe te dragen en ook actief mee te doen en te voelen wat die kaarsjouwers hebben meegemaakt. En ik heb net al een stukje voorgelopen. Het is heel pittig. Onze presentator liet zich verleiden om de proefronde mee te lopen. Maar eerst een warming-up en uitleg. De Kai Showers Run begint onder de Waalbrug en komt onder andere langs de volgende locaties. Het Hunnepark, het Valkhof, de Grote Markt, de Stevenskerk en restaurant De Hemel. Een van de zwaarste obstakels die de run bevat is het op en neer moeten lopen bij de trap van de Lindenberg. En de uiteindelijke finish bevindt zich waar het allemaal begon, onderaan de Waalbrug. Lijkt je nou leuk om de Kai Show Run te lopen? Meld je dan aan op de Facebook van Kai Show Run.